doe alles wat van jouw ouders niet mag. Van jongs af aan krijgen wij verschillende regels aangeleerd die wij van onze ouders niet mogen verbreken. Ik ga vandaag al deze regels verbreken. Maar hoe lang duurt het tot dit misgaat? Een hele goede morgen. Nou, we hebben de allereerste regel al verbroken, want ik ben een uur na de wekker wakker geworden. Jongens, het is niet normaal. We zijn bijna bij die 1 miljoen en dan ga ik dus een 1 miljoen feest organiseren. En ik kan je vast vertellen, als we de 15.000 duimpjes hier beneden halen, ben jij er misschien bij. Wat je hier allemaal voor moet doen, dat vertel ik later. Zorg in ieder geval vast dat je eventjes abonneert en laat in de reacties weten op hoeveel de abonneeteller staat nu jij deze video kijkt. Voordat we de volgende regel gaan verbreken, kan ik vast vertellen dat jij mee kan doen aan deze video. In totaal ga ik vandaag 20 regels verbreken en dat zijn er eigenlijk best wel veel. Elke keer als jij een regel herkent die bij jou thuis ook geldt en je houdt je eraan, dan verdien je 1 punt. Laat hier in de reacties weten hoeveel punten jij verdient, dan gaan we nu de volgende verbreken en je voelt er wel aankomen. Jongens, wat vinden jullie van deze geweldige pyjama? Eerlijk, het is wel mijn kleur. Het was altijd mijn droom om in mijn pyjama naar school te gaan en ik mocht het nooit. Ik heb het 1 keer stiekem gedaan. Ik heb hem namelijk ooit aangehouden onder mijn kleding. Vandaag verbreek ik alle regels en hou ik dus gewoon heel de dag mijn pyjama aan. Dit gaat heel gênant worden op straat. Ik heb een heerlijk ontbijt hier in de magnetron klaarstaan. Oké, hier is die. Havermout. Yay. Hij is trouwens echt heel erg heet. Nou, Paak, even jouw mening. Oh, jij vindt volgens mij wel lekker ruiken. De volgende regel die ik ga verbreken is dat je altijd met bestek moet eten. En dat ga ik dus vandaag niet doen. Daglepel. Oh, het is ook heel heet. Oh, oké, eet smakelijk. De kaneel is best lekker. Dit kan je ook niet gênant eten, hè? Je hebt ook gelijk publiek, dat maakt het nog ongemakkelijker. Nu snap ik wel waarom je aan deze regels moet houden. Ik vind het eigenlijk nog best lekker. Ik zou het alleen niet nadoen, want ik verbrand mijn handen. Ik zie jullie zo, als ik het weer op heb. Oh, en de volgende regel die we gaan verbreken is er misschien eentje die jij nog niet kent, maar die bij ons thuis al belangrijk was. Niet met deodorant spelen. En dit klinkt misschien heel gek, maar ik vond het gewoon grappig om daarmee te spelen. Maar dat is natuurlijk super zonde. Nu heb ik dus een soort van lifehack gezien. Dat je dus een pingpongbal kan laten vliegen met een deodorantfles. En dat zou dus zo moeten. Ik ben benieuwd of het werkt. Oeh, zag je het? Heel even. Poging nummer 2. Goed, weer een regel verbroken. Jongens, kijk eens even naar mijn auto. Hij heeft een nieuwe kleur. Ik ben hier zo super blij mee. Rutger heeft deze kleur van mij gekozen. En de kleur is Lizard Lime. Eerlijk gezegd, ik zag hem niet aankomen. Alles is helemaal fel limekleur. Ja, groen, geel, neon. Je kan het alles noemen. Maar je zult je vast afvragen waarom ik hier met een komkommer sta. Nou, dat komt omdat we de volgende regel gaan verbreken. En dat is dat je je vingers niet tussen de ramen mag doen van de auto. Ik snap deze regel gelijk, want het is natuurlijk super gevaarlijk. Maar we gaan testen hoe gevaarlijk het is bij mijn auto. We gaan in plaats van mijn vinger de komkommer ertussen doen. Ik ben zo bang dat die afgehakt wordt. Goed, we gaan nu de komkommer ertussen doen. En ik ben heel erg benieuwd of die stopt. Ik denk het persoonlijk wel, maar misschien doet hij iets anders. Nou, hij gaat gelijk weer terug. Dit was minder gevaarlijk dan ik had verwacht. Maar niet bij alle auto's doet hij dit natuurlijk. En het kan dus ook zo zijn dat je vinger gewoon wordt afgehakt. Dus doe het maar niet. Het is tijd om de volgende regel te gaan verbreken. En dit is misschien wel een van mijn favorieten. Namelijk kattenkwaad uithalen. Ja, eigenlijk heb ik dit al heel vaak gedaan in mijn video's. Je wil niet weten hoeveel prankvideo's ik heb gemaakt. Maar we gaan vandaag iemand op straat pranken. Ik ben nu bij een winkelcentrum. En mijn idee is als volgt. Zometeen heb ik een boekje vast. En daarachter hou ik mijn telefoon vast met scheetgeluiden. Als er iemand langs komt lopen, dan laat ik die gewoon afgaan. En doe ik alsof er niks aan de hand is. Eigenlijk moet ik een echte scheet laten op dit moment. Zal ik het doen? Nee, ik doe het niet. Er komen heel veel mensen nu aan. Oh, wat ongemakkelijk. Ik ga gewoon met mijn hoofd een beetje achter het boek staan. Daar gaat hij. Nou, die mensen keken er niet van om. Oké, er komen nu mensen aan. Het is zo ongemakkelijk. Is het niet koud zo? Nee joh, het is heerlijk om je pyjama heel de dag aan te hebben. Ja, echt een aanrader. Ik denk dat deze regel wel verbroken is. Laten we hier snel weggaan. En we zijn weer thuis. En misschien is het jullie al opgevallen. Kijk eens wat een geweldige kerstboom hier staat. Ik heb hem zelf opgezet met Rutger, dus ik wil even een trots momentje delen. Kijk eens hoe gezellig dit allemaal eruit ziet. En het allerleukste onder de kerstboom vind je natuurlijk altijd cadeautjes. Een regel bij mij thuis is natuurlijk altijd dat je geen cadeautjes die eigenlijk voor iemand anders zijn open mag maken. Even kijken, we hebben hier Paco, we hebben hier... Oh, voor Thomas. Nou, gelukkig er is iets voor mij. Nee. We moeten wachten tot kerst. En we hebben hier Rutger. Ook gelijk het grootste cadeau wat hier ligt. Laten we die gewoon gaan openmaken. Ik voel me nu al heel schuldig. Hoppakee. Paak, ga jij mij helpen? Eigenlijk overtreed jij dan ook een regel, hè? Dat weet je. Ze is al begonnen Oh, ze is al begonnen. Kom, daar gaan we, Paak. Goed zo. Ja. Oh!
jongens, kijk eens wat ik hier heb. Paco is eigenlijk blijer met het papier, denk ik, dan het cadeau zelf. Nee, jongens, ik wist natuurlijk wat er in het cadeau zat, want ik heb het zelf voor Rutger gekocht. Het is een Xbox Series S. Deze video wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Xbox. En kijk eens wat hier ook bij zit. Een Xbox cadeaubon. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga hier een Game Pass van kopen. Ik heb hem aangesloten en ik heb natuurlijk de Game Pass aangeschaft. En met de Game Pass heb je toegang tot meer dan 100 games en de nieuwste Xbox games. Ja, daar gaan we. Ik heb al het keuzestress. Laten we een game gaan uitzoeken en dan ga ik Rutger erbij halen om samen te gaan spelen. En ik heb gekozen voor Party Animals. Ik vond het wel toepasselijk als Baco erbij zit natuurlijk. Rut, heb je zin om te gaan gamen? En daar is onze schoonheid. Nou, daar ben ik inderdaad. Wat leuk. Je bent wel heel blij. Je weet niet eens wat je gaat doen. Nou, ik zie het al. Oké, wat wordt onze locatie? Lollipop Factory. Nou, dit wordt leuk. Oh, kijk. Ik heb een heel groot blok. En nu? Kijk. Nee, je valt erin. Ik denk dat ik nu game over ben. Kom op, Rut. Je kan het. Ja, ik weet nog niet. Pak hem. Je moet die pakken. Ja, bijna. We hebben gewonnen. Mocht je nou nog op zoek zijn naar een leuk kerstcadeau, dan is de Game Pass of de Xbox Series S misschien wel een tip voor jou. Rut, ik heb nog één belangrijk ding. Ik vond het heel gezellig, maar ik heb even iets heel belangrijks, want het is al 10:55 en over 5 minuten had ik eigenlijk afgesproken dat Olly met Paco zou gaan spelen op het veld. Ach, nou dat vind ik wel leuk. Ik ga wel, dat is goed. Echt? Ja, tuurlijk. Ga jij? Ja. Hey, jongens, ik heb helemaal niet afgesproken dat Paco met haar vriendje Olly gaat spelen. De volgende regel die ik nu heb verbroken is dat je niet mag liegen. Ik heb het wel gedaan. De volgende regel is een hele erge, namelijk iets kopen van je ouders geld zonder dat ze het weten. En zoals jullie weten woon ik niet meer bij mijn ouders, maar woon ik samen met Rutger en Paco. Dus laten we de pinpas van Rutger pakken zonder dat hij het weet. Ik ga gewoon een leuk cadeau voor mezelf kopen, waarom niet? Oh, ik ben alles aan het afzoeken, maar ik weet niet waar die is. Misschien ligt hij hier. Ja, hij ligt hier. Het allerergste is dat ik dit ooit eerder voor een video heb gedaan en beloofd heb dat ik dit nooit meer zou doen. Ik kom niet helemaal mijn belofte na. Sorry Rut, ik ga een leuk cadeau voor mezelf kopen. Goed, we staan hier voor een heel groot tuincentrum. Dus ik dacht, laten we nou hier iets gaan kopen van Rutger zijn geld. En het wordt weer fantastisch, want ik ga dus in mijn pyjama de winkel in. Ik ben benieuwd of mensen hiervan omkijken. Eigenlijk is die best leuk, toch? Daar gaan we. Laten we iets leuks gaan kopen. Nou, wat leuk. Paco is hier ook. Kijk dan. Ik zou wel heel erg schrikken als Paco ineens zo groot zou zijn. Niemand zegt iets, maar ik voel aan de blikken genoeg. Die mensen denken hier allemaal, waarom loopt hij in zijn pyjama? Ja, ik zie heel veel leuke dingen, maar ik kan weer niet kiezen. Dit is echt weer Thomas met keuzestress. Is het heel erg dat ik iets zoek wat duur is, omdat het niet mijn geld is nu? Nou jongens, ik loop hier denk ik al een dikke half uur rond. Ik heb van alles gezien wat heel leuk is, maar niet iets wat ik denk, nou dat ga ik voor Rutgers geld kopen. Dus ik heb besloten, ik ga gewoon iets voor Paco kopen in plaats van iets voor mezelf. Deze heeft ze nog niet. Deze vind ik leuk. €11,49. En maakt mijn pyjama look wel compleet. Laten we gaan afrekenen. Ja, dankjewel. Oh, ja, dankjewel. Dag. Oké, we zijn buiten het tuincentrum en het is tijd om de volgende regel te gaan verbreken. Je voelt wel aankomen wat ik ga doen. Hier tegenover staat een oliebollenkraam. Ik ga oliebollen kopen. En terwijl ik dat doe, ga ik ongeveer 3 of 4 scheldwoorden gebruiken. Oké, goed. Hier is de oliebollenkraam. Laten we dan gewoon een oliebol gaan kopen. Blijf jij een beetje verborgen hierachter staan. Oh, dit is zo ongemakkelijk. Mag ik... Even kijken. Oh, dat ziet er wel heel lekker uit, zeg. 3 keer een krentenbol, alsjeblieft. Nou, dat ziet er allemaal wel lekker uit. Ja, doe maar lekker veel poedersuiker. Ja, ga ik even afrekenen. Deze werkt niet. Doe even een andere. Nou, dankjewel. Fijne dag. Dag. Dit is de meest ongemakkelijke dag. Ik wil je weg. Kom. Zoals ik al zei, ga ik een 1 miljoen feest organiseren. Als we het halen. Waar jij misschien bij kan zijn. Wat je moet doen is het volgende. Druk natuurlijk allereerst eventjes op die abonneerbutton als je dat nog niet hebt gedaan. Vervolgens mag je dat duimpje omhoog doen. En als we dus een like willen halen, ga ik hier reacties een paar mensen uitkiezen die bij het 1 miljoen feest mogen zijn. Wat moet je beneden in de reacties achterlaten? Het enige wat je hoeft te zeggen is op hoeveel de abonneeteller staat nu jij deze video kijkt. En wie weet kies ik jou rond de tijd dat we het eventueel halen uit. De volgende regel die we gaan verbreken is dat je van je ouders altijd je tanden moet poetsen. Niet alleen van je ouders, maar ook van de tandarts. Ik denk dat het een mythe is, maar ze zeggen dus altijd dat als je je tanden niet poetst, dat er dan wormen in je mond groeien. Laten we het eens even van dichtbij gaan bekijken. Nou, even zoeken. Nou ja, ik voel nog niks. Oh, wacht. Oh, nee. Oeh. Een worm! Nee jongens, het is gewoon snoep. Er groeien geen wormen in je mond, maar ja, voor gaatjes is het niet goed. En de volgende regel die we gaan overtreden is dat je niet mag gillen in huis. Ja, ouders die hebben het er altijd over dat je niet te veel herrie mag maken, want dan gaan de glazen kapot. En niet alleen glazen, ook de ramen. Ik dacht, we gaan deze regel overtreden met deze megafoon en we gaan ook gelijk kijken of het waar is dat de glazen kapot gaan. Laten we deze gewoon op zijn hart zetten, zo. En dan ga ik nu gillen tegen het glas. Hallo! Test, test, 1, 2, 3. Glas, ga kapot.
Nee, er zit geen barsten in. Daar komt de sirene. Ik heb een regel verbroken. We hebben herrie gemaakt in huis. Ik heb gegild in huis. De glazen zijn nog heel. Laten we even het raam bekijken. Hartstikke heel. Regel overtreden en het is ook een mythe. De volgende is er eentje die jij waarschijnlijk ook wel kent. Als je niest, dan moet je je hand voor je mond doen en je ogen dicht. Ja, ik vind je ogen dicht doen nogal logisch, want ik kan ze volgens mij niet eens open houden als ik dus niest. Maar we gaan het dus gewoon proberen. Mijn ogen open houden als je niest. Ze zeggen dat dan je oogballen eruit vallen. Alleen moeten we nu een nies gaan oproepen. Hoe doe je dat? Wacht, hier zit stof. In. Misschien ga ik hiervan niezen, want ik ben licht allergisch voor huisstof, meid. Nee, er komt nog niks. Hij komt altijd wanneer je niet wil dat hij komt. En nu komt hij niet. Het volgende ding, ik heb een tandenstoker bijgepakt. En dan hoopt als ik hier kietel, dat ik dus moet niezen. Mijn neus reageert niet, maar mijn buik wel. Oh, er zit echt een nies op het randje. Niet zo stom doen. Ja, het lukt me niet om te niezen. Ik heb echt alles al geprobeerd. Koedie, 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 koedie. Nee, dit is te hard. Ik weet het. Dit is stap 1. En dan ga je toch huilen, dan ga je niet niezen. Ruik. Ik heb niet zo vermoeid gedaan om te niezen. Wacht, hier ga ik altijd van niezen. Ja, ik heb net dat parfum opgedaan. Echt? Maar deze is echt nieswekkend. Oké, als jij moet niezen, wil je dan alsjeblieft je oogballen zo open houden? Ja, je moet even een konijn halen of een kat, dan nies ik me helemaal kapot. Ja, het kriebelt heel erg in mijn neus. Ja, ja. Ik stik erin. Nou jongens, het lukt ons niet om op commando te niezen. Mocht jij nou wel niezen en wil je voor mij testen of je oogballen eruit vallen, doe het dan vooral. Echt? Nee, ging je nu niezen? De volgende regel is er eentje die ik altijd te horen kreeg. Ik ben benieuwd of jullie dat ook hadden. Ondertussen ben ik ook benieuwd hoeveel punten jij hier beneden al hebt gescoord. Laat het even weten. Mijn ouders zeggen altijd, kijken met de ogen en niet met de handen. Daarmee bedoelen ze, ga niet iets aanraken wat je niet aan mag raken. Nou, ik heb heel veel over nagedacht, wat kan ik nou aanraken wat je niet mag aanraken? Ik ben gewoon naar een hele dure autoshowroom gereden. Kijk jongens, hier staan auto's van duizenden euro's. Ik ga auto's bekijken en ik ga er gewoon eentje aanraken. Wat erg jongens, ik zie al als ik hier binnenkom een hele mooie auto staan en kijk wat voor bord erbij staat. Niet aanraken, AUB. Oh, wat erg. Ja, eigenlijk moet ik het nu doen. Dit is heel ongemakkelijk. We doen het gewoon heel onopvallend. Ik heb hem aangeraakt. Ik was even vergeten dat ik eigenlijk gewoon in mijn pyjama loop. Ik ben er heel aan gewend. Ik vergeet het gewoon. De volgende regel die we gaan verbreken is dat je natuurlijk niet van je ouders met eten mag spelen. Ik heb hier zoveel zin in. Ik ga nu Oreo's opvangen vanuit de lucht in mijn mond. Ik hoop dat het lukt. Kijk even hoe charmant ik hier ook zit in mijn pyjama met Crocs. Daar gaan we in 3, 2, 1. Oh. Oh. Die was voor mijn tand. Tweede poging. Oh, hij valt al uit elkaar. Oeh. Laatste poging. Deze nog niet op mijn lijstje, maar met mond vol praten. Eigenlijk hebben we die nu ook verbroken. De volgende regel die we gaan overtreden is dat je van je ouders natuurlijk niet mag plassen in bad of een zwembad. En aangezien ik hier thuis geen zwembad heb, ga ik in bad. Aangezien ik zo ontzettend gek ben op mijn pyjama, ga ik gewoon met pyjama en al het bad in. Hoppakee. Eigenlijk gewoon weer een regel overtreden, met kleren aan in bad. Oh jongens, wat zit dit heerlijk. Ik moet alleen zeggen dat ik hem een beetje koud vind, dus laten we een plasje gaan plegen. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen dat al die babybadjes bij zwembaden heel warm zijn. Ik denk dus dat het komt omdat daar heel veel in geplast is. Ja, nu moet ik het dan eigenlijk gaan doen, hè? Oké, daar ga ik. Ja, ik denk echt dat het nu komt. Oh, ja. Oh, volgens mij wordt het helemaal geel. Oh, nee. Kijk hier. Oh, nee. Kijk hoe vies mijn bad is. Gadverdamme. Maar ik kan je geruststellen, het is gewoon kleurstof. Jongens, ik ga echt niet plassen in mijn bad. Gelukkig heb ik per ongeluk een paar andere regels verbroken, want deze wil ik echt niet verbreken. Nou, nu even weg jij, want ik wil me even omkleden, want we gaan uit eten. Oh jongens, ik ben nog steeds zo blij met deze kleur. Ik kan alleen nog niet helemaal aan wennen. Maar goed, we zijn hier bij het restaurant waar we gaan eten. En we gaan dus precies doen wat ik vroeger heel graag wilde doen. Ik ga jullie binnen vertellen wat. Ik hoop überhaupt trouwens dat er plek is. Laten we dat eerst even gaan checken. Ja hoor, er is plek. Het wordt echt mijn droometentje. Nou, ik heb de menukaart zojuist gescand en ik weet gewoon al wat ik ga doen. Altijd als ik naar een restaurant ga, wil ik eigenlijk het liefst beginnen met een toetje. Ik bedoel, elke ouder wil natuurlijk dat je gewoon gezond eet en ik begin met het ongezonde. Voor een keertje moet het wel kunnen, toch? We gaan gewoon voor een XXL macaron. En terwijl we daarop wachten, verbreek ik vast de volgende regel, namelijk mijn telefoon op tafel. Dit is iets wat ouders nooit willen. Ja, weet je jongens, ik snap het wel. Ik irriteer me er altijd enorm aan als mensen tijdens het eten hun telefoon erbij hebben, want je zit dan eigenlijk gewoon in je eentje te eten. Maar ja, het is de bedoeling dat ik vandaag regels verbreek, dus bij deze heb ik er weer één verbroken. Oh, nou, eet smakelijk. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ah,
Lekker. We hebben weer een regel verbroken. Ongezond eten. Sorry mam en pap. Kijk eens hoe heerlijk dit eruit ziet. Ik heb hier friet, kipsaté, koekjes en groenten. En ja, je weet wat je ouders altijd zeggen. Van groenten word je gezond en sterk. En dat moet je altijd opeten. En ik ga alles opeten behalve de groenten. Hoezo word je van groenten sterk? Zonder groenten ben ik ook heel sterk. Let maar even op jongens, want ik ga nu mijn auto vooruit duwen. Oh, dit gaat ook nog. Zo. Nou, ik word steeds sterker. Het gaat steeds makkelijker. Nee, grapje. De cameraman zit gewoon achter het stuur. Eigenlijk heb ik weer meer regels verbroken. Ik heb ook geboerd aan tafel. Dat mocht voor mijn ouders ook nooit. Oeh, daar is er nog één. Oh, ik zit helemaal vol. Laten we hier weggaan. Oh, ik moet nog afrekenen. Wacht. En toen was het alweer het einde van de dag. En daarmee ga ik ook gelijk de laatste regel verbreken. De meeste ouders hebben deze regel. Thuis zijn voordat de straatlantaarns aangaan. En kijk eens hier. Ze zijn al aan. Hiermee heb ik 20 regels, of misschien wel meer, verbroken. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel regels jij hebt verbroken. Laat het even weten in de reacties. Oh, ik val bijna. Bedankt voor het kijken. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik even door in het eindscherm. En dan zie ik je gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Au, doei!